Hallo, vandaag maken we oefening 1 van punt. We zorgen dat de assen aanstaan. Dit is al gebeurd. Daarna tekenen we een punt in het vlak. Dat doen we door de tweede knop uit te rollen en te klikken op nieuw punt. Nu klikken we ergens in het tekenvlak en zien we het punt A verschijnen. We klikken rechts op het punt en zien we een snel menu verschijnen. Daarna klikken we op naam wijzigen en vraagt hij ons de naam van het punt in te vullen. Als dat gebeurd is, klikken we op OK. Nu gaan we nog even het punt X verplaatsen. Dat doen we de eerste knop uit te rollen, te klikken op verplaatsen. En nu kunnen we het punt verplaatsen. We zien in het algebra-venster de coördinaten veranderen.